Ambassadeur Jacqueline Burlissen vertegenwoordigt Suriname bij de discussies in Brussel met de Europese Unie over het regionaal protocol voor de Caraïbische regio. Als onderdeel van de nieuwe partnerschapsovereenkomst, de gesprekken zijn dinsdag gestart. Burlissen zegt dat de effectieve start van de onderhandelingen kan worden beschouwd als een oproep tot participatie en inzet van expertise vanuit de Surinaamse belangengroepen. Uit de overeenkomst moeten uiteindelijk voldoende middelen en mechanismen worden gehaald, om de sociaal-economische ontwikkeling te versterken, geeft Burlissen aan. Na het afronden van de onderhandelingen nog voor september dit jaar begint de juridische screening. Suriname heeft bij de discussies een leidinggevende rol. Meldt de voorlichting van Buitenlandse Zaken, BUZA, via het Nationaal Informatie Instituut, NII, de huidige partnerschapsovereenkomst tussen de 79 Afrikaanse, Caraïbische en landen in de Stille Zuidzee ACP, meer bekend als de Cotonou-overeenkomst, loopt ten einde in 2020. Partijen bij de Cotonou-overeenkomst moeten nu gesprekken voeren over de nieuwe arrangementen, inclusief de door de EU beschikbaar te stellen financiële middelen. De nieuwe overeenkomst moet dan in werking treden, voor mogelijk een volgende periode van 20 jaar. De groep van Caraïbische ambassadeurs in Brussel verenigd in CARIFORUM. Zijn in verband hiermee op 14 mei onderhandelingen begonnen met de Europese Unie (EU) over het regionaal protocol, samen met Jamaica en de Oost-Caraïbische staten. Is Suriname verantwoordelijk voor de onderwerpen duurzaam milieu, klimaatverandering en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen als mede migratie en mobiliteit? Bij de gesprekken tussen CARIFORUM en EU zal op basis van de prioriteitsgebieden specifiek worden bepaald wat in het regionaal protocol komt te staan. Soortgelijke regionale protocollen zullen ook gesloten worden tussen de Europese Unie met respectievelijk de Afrikaanse en de Pacifische landen. Suriname is sinds 1 februari 2019 voor 6 maanden voorzitter van de CARIFORUM-groep van ambassadeurs in Brussel, meldt BUZA.